En dan kunnen wij het weer verder doen. Dan gaan we deze man eens even. Oh ja, die heeft een gun, joh. Zo. En hier komt er daar ook nog eentje aan of zo. Ik zie een rood stipje. Een gang activity. OC, zou ook wat assistentie erbij mogen? Hallo mensen, leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we LSPD voor. En zoals je ziet ook in een hele dikke vette Audi, moet ik zeggen. Ik vind hem heel erg ziek. Ook gewoon met die doorlopende streep op de achterkant. Dat doet me ook een beetje denken aan, ik dacht al een beetje de Duitse politie. Dus ik vind dat wel heel erg dik. Geen lightbar bovenop, maar in de auto. Ik zal het even laten zien. Zo, stap ik hierin. Hoppakee. Dus hier de lightbar ook. Een beetje aan de zijkant. Ramen achter. Ook aan de zijkant van de auto. En natuurlijk voor. Ik vind hem heel erg gaaf. Stopteken. Natuurlijk ook. Zo. En oranje laat ik ook even zien. Natuurlijk ook gewoon alle lampjes die gaan branden. Dus ik vind hem heel erg gaaf. Laat ook even weten wat jullie ervan vinden. En dan gaan we vandaag gewoon lekker een dienst draaien in deze auto. En we hebben ook gelijk een, moet ik zeggen, ja, gelijk een achtervolging. En daar is deze auto gewoon hartstikke perfect voor, moet ik zeggen. Oh, hier rijdt er ook alweer eentje die leuk aan het doen is. We hebben in ieder geval hier nog een Audi. Dus heb je toch even twee Audi's achter jou, maar hij heeft zelf ook een snelle auto. Dus dan gaan we eens even kijken of we hem te pakken gaan krijgen. Kijk, als dat mijn collega doet, dan pakt hij hem niet. Dan is hij zelf, ja, dat. Dan blijft hij stilstaan. Maar ik vind hem zelf wel ook wel gewoon fijn rijden. Hij rijdt ook de sturen. Hij stuurt ook goed. Ik vind hem heel ziek. En natuurlijk binnenkort al op de motor als jullie ook graag willen zien. Want ik zie nou in één keer die motor staan. Ik denk van, weet je wel. Dat is ook wel leuk natuurlijk. Nou, mijn collega die heeft nou, ik denk dat hij een beetje zijn auto kapot heeft gereden. Als ik zo merk wel. In ieder geval OC, zou ik nog een auto erbij mogen alsjeblieft? Ik moet even opletten, want hij gaat. Want nu komen wij al een druk stuk uit. Met natuurlijk hier een drukke kruispunt. Die nou niet druk is. Even kijken, ik wil mijn auto er eigenlijk wel een beetje voor gooien eigenlijk. Maar ik vind het ook weer zonde. Want echt zou je het ook niet doen. Helemaal niet met zo'n Audi. En dan moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Zo, even een breektest. Natuurlijk de andere collega's van mij die rijden ook erbij. Dus ik ben in ieder geval niet alleen, dat is fijn. En dan gaat hij hier af richting het vliegveld volgens mij. Ja, die gaat richting het vliegveld. Dan zou ik mijn auto toch even kijken of ik hem een beetje kan afremmen. Maar hij gaat hier denk ik naar beneden toe. Zullen we zien wel. Kijk, want nu gaat mijn die B-klasse. Die gaat nou dat even doen. Dat is mag ook. Kijk, hij vindt het in ieder geval niet leuk dat ik dat doe. Zie je dan? Vindt hij niet leuk. Nou, collega, gaan jullie maar even voor. Geen crash. Ik dacht even dat hij tegen die paal aan ging. Oh, die taxi. Ik hoop dat het maar goed gaat met mijn collega's in die taxi. Ik hoop het. En we gaan weer de snelweg op. En dan vraag ik denk ik toch nog even een autootje bij OC. Een collega vraagt om uw assistentie. En dan keren we om, weer richting het vliegveld en dan de baan beneden. Ja, op zich kan op zich ook nog wel binnenste baan zeggen.
Nee, hij wil het vliegveld op. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Dat gaan wij zeker niet doen, jongen. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Uitstappen, laat je handen zien. Verdachte is. Nee, man gaat vandoor. Ook nog een mevrouw. Waarom doet hij hem open? Taser, taser. Oké, okay. Sprintje trekken. Mevrouw, staan wij voor het getaste? Staan blijven. Op de grond. Op de grond. Ja, top. Dat is één. Ik snap ook niet dat die beveiliger die de deur open doet. Dat snap ik niet helemaal. Eigenlijk. Dat snap ik niet helemaal. Een lower arm needle marks. Dat is het naald. Dus dat hij zichzelf ook heeft geprikt. Een small bag of cocaine. Ja, dat is wel wat een spul wat hij bij heeft. En een beetje ook niet. En dan gaan we snel even achter die andere guy aan. Dus we zien de collega's hier, die lossen het op. Oh, die is ook opgepakt. Helemaal goed. Dan wacht ik even op mijn collega, oh, die komt hier al aan. Dan loop ik even terug. Nog een klein sprintje, nou ja, niet sprinten. We have a pedestrian struck on, ja, wel zonde van deze wagen, zeg. Zonde. Ja, en nu gaat de autoalarm af. Dus hij heeft de auto op slot gezet. En we hebben een AR-15 rifle gevonden. Dus dat is... ja, wel nice dat wij dat nou vinden. Maar hier staat hij niet als gestolen, maar dan is hij denk ik nog niet doorgegeven. Dan neem ik dan aan dat hij nog niet is doorgegeven. Want deze melding was van een gestolen auto. Dus dan gaat deze auto nog opgehaald worden door de tow truck. Kijk, auto niet eens beschadigd, joh. Wat nice. En dan rijden we even gewoon rustig aan hier overheen. Richting de andere verdachte. Die gaan we ook natuurlijk even fouilleren. Want wat ik nu tot nu toe allemaal heb gevonden is niet heel goed. Kijk, daar staat mijn collega ook bij. Zoveel mogelijk een beetje aan de zijkant neerzetten. Mijn collega, ik kom het even van u overnemen. Even kijken hoor, dan ga ik hem even fouilleren. Natuurlijk voor de veiligheid van hem en van ons en omstanders. Het is wel zo handig om te doen. Hij heeft zelf niet heel interessante dingen bij, wel een beetje iets geks, maar... Als hij er gelukkig van wordt, dan mag dat. Ga ik hem nog even controleren met een ID. Nou, dat ik eigenlijk bij de andere verdachte ook nog even moeten doen. Een drivelijst expired. Oké, okay, dan weten we dat ook. Een collega vraagt om een assistentie. En dan kan mijn collega hem ophalen en dan is deze melding eigenlijk gewoon weer klaar. Maar ja, die pakt hier die bovenste lijn. Dus dat gaat wel weer even duren dat hij hem heeft. Dus. En mijn collega staat hier ook toch bij, dus die neemt het wel over voor mij weer. Dan gaan wij weer verder met onze dienst. Dan gaan we natuurlijk wel weg van het vliegveld. Want in principe is het allemaal gescheegebied. Eigenlijk, zou je zeggen. Maar ik had wel gezien dat de politie in Nederland een nieuwe auto had. En volgens mij was dat in ieder geval beveiligingseenheid. En voor mij was dat een beetje richting bij Schiphol, die BMW. En ik had gezien dat de GTA developer die heeft gemaakt en die verkoopt die auto. Dus als jullie dat graag willen zien... Laat dan even weten. Dan kan ik misschien nog wel een overweging maken om die aan te schaffen. Als jullie dat echt graag willen. Dus laat dan zeker even weten. Ik vind hem wel heel dik. En daarbij heb je ook nog een Audi. Die ook volgens mij ook van de BE is. Dat durf ik niet te zeggen. Maar die vind ik ook dik. Dus laat dan even weten. Als jullie dat graag willen. En...
Je kan sowieso de Discord joinen en dan kan je het ook laten weten natuurlijk. En dan gaan wij gewoon weer deze auto die voor is even controleren, want ik vind hem wel aardig hard rijden. Dus doen we dat even. Maar laat dan even weten, het zou in ieder geval heel fijn zijn. Want dan weet ik ook een beetje wat jullie heel graag willen zien. Even kijken hoor, ik weet niet eens meer hoe ik dat deed hoor. Oh hier, hop. Zo, ik wist het even niet meer. No insurance. Wow, ze praten door elkaar. Maar deze melding is toch iets belangrijker. Nee, deze melding is gecrashed. Top, dan kunnen wij het weer verder doen. Dan gaan we deze man eens even... Oh ja, die heeft een gun, joh. Zo. En hier komt er daar ook nog eentje aan of zo. Ik zie een rood stipje. Een gang activity. OC, zou ook wat assistentie erbij mogen? Oh joh, er zitten er nog meer. Ik ben wel geraakt in mijn gezicht volgens mij. Ja, of ik ben gevallen of zo, ik weet niet. Of ik stoot mijn hoofd of zo, weet ik veel. Ik leef nog wel. Oeh, collega's, kom alsjeblieft. Kom alsjeblieft. Ze zijn boven. Let op. Moet even opletten, want dan loopt ook nog die andere. Oh, de beveiliger is ook aan het schieten. 12-01, dat is 12-01. Die is neer. 6 Lincoln 12. Citizens report a possible burglary in Strawberry. Zo, dit komt even uit het niks. 1202 OC, we komen eraan. Ja, ik wil even naar mijn auto, die neem ik even mee naar boven. Dit kwam echt uit het niks. Die man trekt in één keer een wapen en die denkt aan, hey, ik ga jou maar eens even neerschieten. Die heeft daar even zin in of zo. Maar dan gaan wij even daar naar boven. En de beveiliger is ook nog even verder aan het kijken. Niks in de planten. Top. Ambulance. Een collega vraagt om een assistentie. En dan kan de ambulance mij ook even kijken. Even checken, want die gaat ook niet meer goed. Ja, ik loop nog. Er is niks aan de hand. Maar gewoon puur voor controle. Dus dat laten we dat maar even doen. Als de ambulance er zin in heeft, want die rijdt ook weer alle kanten op. Oh kijk, nu zijn ze daar. Top. Zo, hij trok in één keer een gun. Hij ligt er wel mooi bij, dus precies tussen een lantaarnpaal in. Dat kan ook. Maar ik denk dat de ambulance mij eerst gaat helpen. Ik heb niet heel veel damage gehad. Maar toch voor die wond even laten controleren. Hoi. Oh, jij gaat wel mij controleren. Dankjewel. Ik heb uit het bloed weggehaald, dankjewel. Dan doe ik wel even mezelf zetten op niet available. Nou, ik heb in ieder geval van beide heb ik de geweren in beslag genomen. Ik heb in een zakje gedaan. Zo, ik weet niet wat hij aan het doen is. Deze hier, maar die gaat er voor mij gewoon als kaart vandoor straks. Ik denk dat ik hem maar even ga controleren. Ik ga dan de ambulance hier verder laten doen, denk ik. Nee, dat moet ik nog niet doen. Ik moet nog eerst naar een lijkschouwer bellen. Even kijken hoor, de corner. Dan laat ik het even verder aan hun over, want ik zie hier een auto. Ontzettend hard rijden hier. Terwijl wij hier midden in een crime scene zitten hier. En dan gaan we eens even kijken wat hij hier aan het doen is. Ja, die gaat er gewoon hartstikke hard vandoor. Oeh, zo ging ook net goed. OC, ik zit hier in een achtervolging. Oh, zo. Ik raak even de controle uit.
Oh, hij snijdt mij hier vol af. Staat op dashcam. OC, zou ik wat assistentie erbij mogen? Dus dan gaan we eens even kijken of wij hem hier ook stil krijgen. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Dus we moeten even opletten waar hij naartoe rijdt, want het is nog niet druk op de weg, gelukkig. Ochtendspits is er wel geweest, zo hoe die man. Ik hoop dat mijn collega's hem niet scheppen. Hij crasht. Rijdt door. Even kijken. En gaan we nou even kijken richting de filmstudio's. En dat is daar. Richting het skatepark, dat moet ik zeggen. Even kijken. Zo, die gaat wel. Oh, mijn collega's hebben daar zin in. Laat ik hun even voor. Oh, let op collega's. Jullie zijn niet alleen op de weg, zeg maar. Ja, er werd ook iemand aangereden. Oeh, zo. Verdachte rijdt verder. Kijk. Ik dacht even dat hij die tuin in reed. Ik hoop niet dat hij die boulevard op gaat rijden of zo, want dan hebben wij wel een probleem. Want vaak zijn er wel veel mensen, toeristen, noem maar op. Dus liever niet. No crash. Collega's. Kijken linksaf richting het strand. Bij, even kijken. Oh ja, gaan we rechtsaf. Bij de kapperszaak. Dus gaan we eens even kijken. Of we hem daar kunnen. Hier ergens kunnen klemmen, want hij gaat nou wel richting de snelweg. En als hij dan de snelweg tegen de richting in gaat rijden, dat is ook niet. Nee, ik dacht even dat hij dat ging doen. OC, zou ik nog een auto erbij mogen? Misschien kunnen we hem hier dan met z'n vieren insluiten. Als mijn collega's op tijd zijn. Nee, gaat. Oeh, fietspad. Zo, is die man allemaal aan het doen? 12:05, ik ben onderweg. Hij is helemaal lijp. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Oh. Laat even die collega's voor, want collega's in LSPD voor kennende zijn vaak niet heel veel beter. We zijn wel een man uit het oog verloren. 2010, we hebben zicht op de verdachte. En hij is overleden. Zij. Moet ik zeggen. Ik denk dat zij geen gordel droeg en uit de auto is gevallen. Dan sluiten we hier deze weg af. Collega's tikken haar verkeertje nog goed aan. Even kijken of ze leeft met de band. Dat is een bijzondere techniek. Is dat? Dat zie je ook niet iedere dag. Een collega vraagt om een assistentie. Oh, collega's van de ambulance zijn er al bijna. Even kijken, dan doen we even search the vehicle. Dan gaan we eens even kijken. Waarom zei hij eigenlijk zo hard reed op de parkeerplaats? In ieder geval een koffer vol heroïne. Dat is in ieder geval één ding wat niet goed is. Request. Nee, collega's zijn er weer. Die doen weer de techniek. Zo, alles is slecht aan deze auto. No owner, no insurance. En geen registratie. Alles is niet goed aan deze auto. Dus het is goed dat wij deze auto maar gewoon meenemen. Een collega vraagt om een assistentie. Dat is een goed idee. Dan wachten wij even af wat mevrouw nog gaat leven. Dus het is goed dat we deze auto gewoon van de weg afhalen, want die heeft helemaal niks. Nops. Mevrouw heeft het in ieder geval niet overleefd. Dan gaan wij nog even
Lijken schouwen oproepen. Even kijken, search the body. Dan kan ik ook even kijken wat zij nog bij heeft. Misschien ook nog iets van heroïne of drugs of iets in die richting. Even kijken, nee, ja, wel een paar rare dingen. Met brown powder. Oké. Dan weten we dat ook. Dan nemen we die ook gewoon mee en dan halen we nou de lijkenschouwer erbij en dan zou het allemaal weer goed moeten komen. Dan gooi ik je de weg ook weer open, want er zit wel iemand hier te wachten. Onze situation. Gaat lekker met die horse situation, joh. Kijk wel iedere video wel. Iedereen heeft er gewoon zin in. Oh, die man. Oh, knal alsjeblieft niet tegen mijn auto op. Ik zet hem aan de kant anders. Oh, toch niet? Oké. Prima. Dan zet ik mijn auto wel een beetje aan de kant. Want ze hebben echt heel strak naast mijn auto geparkeerd, zeg. Ja, collega's, die rijden dan ook even aan. Die doen even nog een extra tikkie geven. Even kijken of ze leeft. Dan weten we het zeker. Dan wordt ze nou meegenomen. Kijk, is helemaal goed. Ja, shot by firearm. Hebben mijn collega's dan op haar geschoten? Dat laten we allemaal aan de recherche over. wat hier is gebeurd, want ik heb het niet gezien. Ik kreeg in één keer een melding dat zij is overleden. Zo, dan nemen we haar mee en dan sla ik ook hier bij de video af. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker een duimpje te doen. Vergeet niet te abonneren, dat zou super tof zijn. En dan zie ik je later weer bij een nieuwe video. Later.